Zo zal het gebied rond de boulevard eruit komen te zien. Het duingebied verandert flink. Onder het duin wordt een parkeergarage gebouwd. Bewoners die aan de boulevard wonen hebben geluk. De nieuwe dijk is niet hoog en daarom houden ze dus gewoon hun uitzicht op zee. Ik vind het niet zo hoog als dat ik verwacht had. Dus. Daar was u bang voor, dat het een hele hoge dijk zou worden? Nou, ook weer niet. Ik was er vooral benieuwd naar de parkeergarage. Om de dijk te kunnen aanleggen is maar liefst 3 miljoen kuub zand nodig. Dit wordt vanuit zee het strand opgespoten. Het is een omvangrijke klus. En daarom zal er in het christelijke Katwijk ook op zondag moeten worden doorgewerkt. Dus ik denk ook wel dat we afspraken zullen maken, laten we zeggen, welke werkzaamheden er plaatsvinden op zondag. Bijvoorbeeld wat bijvoorbeeld niet dan? Nou, ik ben geen techneut, maar ik kan me voorstellen dat we zoveel mogelijk de overlast voor andere mensen van die werkzaamheden proberen te beperken. De werkzaamheden beginnen op 1 oktober volgend jaar. En wie het strand van Katwijk wil bezoeken, moet even geduld hebben. Pas op 1 april 2014 wordt het strand weer vrijgegeven. Alleen als er op zondag wordt doorgewerkt natuurlijk.